Goedemiddag allemaal. Superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering. Want we gaan vandaag een bloemenhart maken. Ja. En ik heb versterking van... Wie ben jij? Eva. Wie ben jij? Liz. Liz, hè? Want wat gaan wij maken, Eva? Eieren maken. En die gaan jullie beschilderen? Ja. Ja. En die komen in dit hart, want ik ga een hart maken. Ja. Je pakt een stuk kippengaas en je knipt een gedeelte kippengaas, knip je ervan af. Dit is een allesknipper, maar je kan ook een fijne draadtang pakken. Woep. Voor het kippengaas. Ja. Een gedeelte ervan af. Oh. Ja. Nou, ik knip hem in het midden, ga ik die 5 mazen inknippen. Ja. Dus dat hij zo komt. Want we gaan een hart maken, dan vouw ik dit alvast zo naar buiten. En dan ga ik even een random hart vouwen van de kippengaas in een soort van hartvorm. Dat het een beetje op een hart lijkt. En wij gaan het hart, wij gaan het vullen, want ik heb nu het kippengaas zo gebogen. Wij gaan het vullen met hooi. Met hooi? Ja, met hooi, kijk. Lekker hooi erbij. En die gaan we in het hart zetten. En dan ga je die goed onder die rand, ga je die duwen. En dan rol je die rand in die vorm van het hart, rol je die op. Hier even omhoog halen en dan vouw je het er echt in. En dan rol je die zijkanten, rol je op, zodat het een vaste vorm en een vaste basis is. Nou, en deze punt, die ga ik nou een beetje omhoog halen, dat je die zo bij elkaar pakt. Kijk, en dan ontstaat die vorm van het hart, ontstaat er al in. En dan ga ik dit ook naar binnen zetten. Komt die hieronder bij de punt. En die ga ik ook bij elkaar pakken, zodat ik een mooie, stevige punt krijg. Die kippengaas, die vang ik daar zo dicht bij elkaar. Ja. Zo. Nou, en dan ga ik een beetje zo'n holletje maken hierin. Want ik ga er iets leuks in zetten. Zo. Een blokje steekschuim. Want daar komen natuurlijk bloemen in. Ik pak een stukje watervaste thee. Dat is deze. En die zet ik over de schaal. Die neem ik mee naar de andere kant. En ik knip hem af. En ik haal de hoeken, haal ik met een mesje er even vanaf. Nou, ik ga die in het midden erin leggen. En dan zie je, dan vormt hij die basis al iets meer naar buiten toe. En dan ga ik de hooi over die schaal heen zetten. Zo, dan had ik hier een stukje kippengaas. En dan zet ik die er nog zo even overheen, zodat die ook goed vast zit. Nou, en dan pak ik nog mijn wikkeldraad. En dan ga ik die nog even vastwikkelen. Dus ik begin hier beneden. Ik begin met wikkelen aan de onderzijde. Neem ik de draad mee. En dan wikkel ik hem ook zo hier en daar nog een beetje vast. Zodat ik ook een stevige vorm heb. We gaan een stukje touw pakken. Want we gaan vingerhaken. Dan heb ik deze. Maak ik een knoop. En dan haal ik de lus omhoog. Ga je de vingers er weer in. Dan en ik haal... De volgende lus omhoog. En ik haal weer een lus omhoog. En zo pak ik telkens de lus op. Dit zijn weer eieren. Ik ben al met de tweede beginnen. En die komen dadelijk in dat hart. Nou ga ik deze over de zijkant leggen. Zo, nou ga ik die hier en daar met een draad van deze ga ik die vastzetten. Heerlijk zo die uitdaging met die kinderen erbij. Ik hou ervan. Lekker zo in het diepe springen en kijken hoe dat het gaat. Nou heb ik de basis klaar van het hart. En nou gaan we hem opleuken door middel van bloemen. We gaan het groen opsteken. Ik heb verschillende soorten groen.
Eucalyptus is dit, hele verfijnde. Dit is ook de Eucalyptus cinerea en ik heb pistache. En dit is trouwens ook een eucalyptus soort. Dus je pakt gewoon lekker verschillende groensoorten. En dan ga je je hart opsteken. En ik steek alles naar het centraal middelpunt. Dus alle stelen gaan naar dit denkbeeldig middelpunt toe. En ik snij het schuin af met een scherp mesje. Zodat voor de wateropname ja, de grootste zo optimaal is. Zo optimaal mogelijk. Nou, ik steek alles naar dat denkbeeldig middelpunt. En aan die zijkanten van het hart mogen wat langere takken ook zitten. Zo'n lange tak is leuk voor naar beneden. Kijk, die dan mooi zo afhangen in die punt. En dan die zo hier en daar ook er zo tussendoor piepen. Die ga ik hierboven erin zetten. En dan laat ik die meelopen door het touw. Dus wat ik ook kan doen is dat ik hem hier door zo'n maas haal van het touw. Dus ik neem hem zo mee. En ik buig hem, want de eigenschap van een zuidenwindlelie is dat hij een buigzame steel heeft. En dan steek ik die dan in mijn steekschuim. En dan zit hij gewoon mooi in die lijn, gaat hij mee. Kijk, hier heb ik een aantal leuke tulpen. En die ga ik er ook in zetten. Dit is een papegaaitulp, dat is meer zo'n dubbele tulp. Die heeft ook een beetje van die verdikkingen erin. En die laat ik hier. Als je het nou moeilijk vindt om zo'n tulp te steken, dan pak je zo'n stokje en dan maak je er even zo'n gaatje in de oasis. Haal je het stokje eruit, dat noemen we voorprikken. En dan zet je heel gemakkelijk zo'n tulp erin. Nou, heb ik nog twee gezellige pomponiegerbra's. Dat zijn deze, is ook meer zo'n pompon hè, van de cheerleaders. En zo ziet hij er ook uit, zo'n gezellige gerbra's. En die gaan we mooi in het hart erbij zetten. En die hebben ook weer zo'n dikke steel. Dus voor prikken pak ik even deze dikker erbij. Kijk, ik snijd daar even een goede scherpe spies aan zo. En dan ga ik die ongeveer in het midden. Ik draai hem even naar mezelf toe, dat ik kan zien wat ik aan het doen ben. En ik draai hem weer terug. Ik boor hem even voor. En dan zet ik hem in dat gat, zet ik hem daar neer. Kijk hoe leuk. Nou, en dan heb ik nog een beetje gipskruid. Dat is deze. Vind ik net iets om het wit ook weer wat te blenden met elkaar. Dus hier en daar een klein beetje gipskruid ertussen. We hebben nog mooie eitjes, van die kwarteleitjes. En ik heb nog van die papierbloemen en die ga ik ertussen lijmen. Pak een beetje koudlijm erbij. Dit is koudlijm, speciaal voor natuurlijke materialen. En dit kan ook met gewone warme lijm van het lijmpistool. Maar dit is altijd ook wel even leuk om te zien. En die kan ik hier zo een aantal op het touw lijmen. En het is gewoon heel leuk als je samen met je kinderen een leuke creatie voor Pasen kan maken. Laat je de kinderen de eitjes schilderen. En zelf ga je een mooi hart maken. En dan voeg je later je eitjes er weer mooi aan toe. En dan heb je gewoon een superleuk bloemstuk. Ik heb nog iets leuks. Want we gaan nog een hartje maken. Kijk. Heb je zo'n rondbektang voor nodig. Dat is deze. En ik zet dan tussen die rondbektang zet ik die draad. En dan draai ik die alvast een beetje op. Zo. Ik haal die ertussen uit. En dan ga ik die opdraaien. Kijk, de veren die komen al allemaal mee. Ga ik die zo opdraaien. En dit wordt dan de ene kant van het hart. Hoeft maar een detail te zijn. Hier de onderkant, dus die sla ik omhoog. Ook weer zo. En hier knip ik hem af. En nu ga ik die bovenkant doen. Kijk. En dat doe ik nou ook zo, met zo'n hart. Kijk, en die kan ik dan ook weer heel leuk hier zo in verwerken. En die zet ik vast met een beetje lijm. En daar ben ik weer. Goed zo, jullie komen net op tijd, want we zijn er weer. We kunnen nou met jullie aan de slag. Zo.
Nou, Eva, mag jij het eitje ertussen zetten? Want die is van jou. Gaan we er een stukje van afknippen? Nou, mag jij hem er hier insteken? Waar vind je hem leuk? Hier beneden? Ik vind hem hier. Dus vind je hem dadelijk? Leuk. Nou, zet hem dan maar in. Hij is nog een klein beetje nat. Ja. Beter als hij een klein beetje kan drogen nog. Maar we doen het er even mee, hè, Eva? Yep. Leuk voor thuis. Maak er iets moois van. Ja. Groetjes van ons. Doei. Ja.